Goedemorgen en welkom bij het webinar met als onderwerp de digitale werkplek en intranet en hoe kan Microsoft je daarbij ondersteunen. Mijn naam is Erik Bolten, ik ben commercieel verantwoordelijk bij C-Solutions. Het webinar zal vandaag voor het grootste gedeelte door Marcel Kroonen gegeven worden. Marcel die zal zich zo meteen eventjes voorstellen. Ik zal heel kort iets meer vertellen over C-Solutions. We zijn vooral een Microsoft-partner en onze focus ligt rond de moderne werkplek, waarbij we ons richten op mensen met elkaar te verbinden met de juiste informatie, eigenlijk waar en wanneer dan ook. Dat doen wij met Microsoft-tooling zoals SharePoint, Teams en een stukje Power Platform. We zijn gevestigd in Bunnik. En we zijn ongeveer met 15 consultants. Dan geef ik hierbij al het woord over aan Marcel. Nou, dankjewel voor deze korte, krachtige inleiding. We gaan over op het onderwerp van vandaag, waar de meeste van jullie denk ik voor gekomen zijn. Hoe kan ik nou met de standaard gereedschapkist die vele organisaties al in huis hebben, Microsoft 365, een handig, mooi, aantrekkelijk intranet of start van je digitale werkplek maken? Dat is wat ik vandaag met jullie ga bespreken. Ik doe dat op een aantal manieren. Ik ga met name een stukje PowerPoint-presentatie laten zien, aangevuld met een demo. En die demo die heb ik opgedeeld in rolkijker, dus hoe ervaart de eindgebruiker het intranet, en een rolredacteur. Dus wat kun je als redactie allemaal op zo'n intranet doen? Nou, laten we snel beginnen. Ik besef dat ik veel informatie heb voor mensen. Dus mocht er iets zijn, dan hebben we een vraag en antwoord openstaan. Stel gewoon daarin je vragen. Kom aan het einde van de presentatie op terug. En mocht er echt prangende dingen zijn, dan zullen mijn collega's dat even pakken en desnoods inbrengen. Laten we gewoon beginnen met de presentatie. Als we kijken naar Microsoft 365 en het intranet of je digitale werkplek die je ermee kan maken, zie je dat dat voornamelijk gebeurt op basis van het stukje wat SharePoint heet in Microsoft. Daar zit een evolutie achter die in het verleden, dus als we de klok een aantal jaren terugdraaien, kijk hem even 10 plus jaar terug, omgeven was met allerlei imagoproblemen. SharePoint was ingewikkeld, omslachtig, alleen voor techneuten. Marketingcommunicatie had er niks aan. Daar moest je ver weg van blijven. En je zou wel gek zijn als je je intranet zou bouwen in Microsoft 365. Die tijd is helemaal voorbij. Dat kan ik in ieder geval met een gerust hart zeggen. En het is aan jullie natuurlijk om te bepalen of dat voor jullie organisatie ook zo zou zijn. Dat ga ik een groot gedeelte gewoon laten zien vandaag. Hoe maak ik een makkelijk intranet op basis van Microsoft? Ik heb het woord SharePoint al laten vallen. Dat zie je hieronder staan met een logootje met een S'je. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, als je Microsoft 365 gebruikt, zijn er verschillende ingangen, verschillende deuren waarop je in het platform binnen kan komen. Heel vergaderd, dan zul je heel veel Teams gebruiken. Kijk je dagelijks in je e-mail, is Outlook je beste vriend? Ben je helemaal al gefocust op communities, dan zit je in Engage met name goed te werken. En dat is het rechtse stukje, dat icoontje. Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, alle documenten die opgeslagen zitten, liggen in Microsoft 365, hebben hun ingang in SharePoint. Dat is een hele mooie uitgangspunt om daar natuurlijk je intranet op te bouwen, omdat alle documenten binnen de organisatie dan ook bereikbaar zijn binnen het intranet. Zonder dat ik daarvoor gekke dingen moet doen of allerlei koppelingen moet bouwen. Natuurlijk zie ik alleen wat ik mag zien. Alles is omgeven met rechten en rollen. En ben ik wel gerechtigd om de documenten van bijvoorbeeld de afdeling finance te zien, dan zie ik ze ook. Mag ik dat niet zien, dan zie ik ze ook niet en dan kan ik ze ook niet vinden. Nou, wat is dat intranet van morgen dan? Als we kijken naar wat zien we binnen een hoop organisaties. Het moet aantrekkelijk zijn, het moet eenvoudig zijn om content te creëren voor marketingcommunicatie. We willen graag iets doen met de betrokkenheid met medewerkers.
Mensen willen we bereiken daar waar ze zijn, of ze nou achter de laptop, pc of op een mobiel aan het werk zijn. En dat is even het laatste stukje wat er natuurlijk aan gaat komen, is dat we het internet ook willen laten ondersteunen door AI of artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. En dan heeft Microsoft daarvoor Copilot natuurlijk ingezet. Daar zal ik iets van laten zien vandaag, maar niet even de hoofdmoot opleggen. Met name kijken naar de inrichting van een intranet. Nou, een van de dingen die we in SharePoint kunnen doen, in Microsoft 365, is een intranet creëren waarbij je ook als marketingcommunicatie de identiteit van je huisstijl prima kwijt kan. Van je eigen fonds, je eigen vormgeving, veel meer kwijt dan je dat ooit hebt gekund. Vroeger was je behouden aan het lettertype van Microsoft, maar tegenwoordig kun je daar veel meer in doen. Enkele voorbeelden van een intranet op basis van Microsoft 365, wat je zelf zou kunnen realiseren, omdat je nu veel meer mogelijkheden hebt. Nou, laten we eens dan zo'n pagina gaan bekijken. Als ik, want ik draai ondertussen wat voorbeelden af van zaken die in Microsoft 365 kunnen als het gaat om de vormgeving van een intranet. Nu moet ik er wel zeggen, wat je nu ziet is iets wat de komende maand, de 1 tot 3 maanden beschikbaar zal zijn. Ik zal dadelijk natuurlijk laten zien wat we op dit moment hebben, maar hier zitten nog enkele dingen in die er straks aankomen. Maar je zult in mijn demo al wel dingen gaan herkennen van wat je hier ziet. Vormgegeven, secties die doorlopen, achtergronden die ik eronder kan plakken, dus op een hele mooie manier. Zeg maar vriendelijke manier die content aanbieden. Ook als het gaat om carousels die je vaak ziet, sliders die je wil incorporeren in je intranet. Als marketingcommunicatie heb je alle mogelijkheden, alle gereedschappen in de kist zitten om een mooi, aantrekkelijk, interactief intranet te maken. Natuurlijk is het niet alleen zo dat de gereedschapkist ertoe doet. Je moet nog steeds weten dat ik een hamer nodig heb om een spijker in de muur te slaan. Of dat ik een tang nodig heb om een boutje los te draaien. Om die beeldspraak maar even te maken. En dat is ook wat we doen bij de implementaties. Dat we je uitleggen welk Lego blokje functionaliteit je wanneer zou kunnen gebruiken. En soms zijn er ook zelfs meerdere wegen naar Rome toe. Nou, ik laat wat dingen zien die je als redactie tot je beschikking hebt en hoe makkelijk je eigenlijk pagina's opmaakt. In het verleden inderdaad, het zwarte eentje wat ik je liet zien, wilde die het 10 jaar geleden op deze manier doen. Ja, dan was het eigenlijk veel lastiger. Je herkent ook een aantal dingen als je een frequent gebruiker bent van bijvoorbeeld PowerPoint. Is dat je wat zaken als een designer die wat opmaakvoorstellen voor je doet. Op basis van de content die jij wil doen, die je wil gaan publiceren, is dat je daar een aantal hulpmiddelen voor krijgt. Dat zag je eigenlijk in dit filmpje net voorbij komen. Ik draai hem nog één keer af. Wat je hier zag aan de rechterkant, is dat je op basis van templates eigenlijk een pagina maakt. Maar dat hij ook een aantal designvoorstellen kan doen op basis van dingen die wellicht handig zijn. Dat zie je hier aan de rechterkant nu gebeuren. Dus net zoals bij PowerPoint wordt eigenlijk je pagina op je intranet al een stukje voor je gemaakt. En hier zie je dat je kan samenwerken op een pagina met meerdere auteurs. Zodat je niet een pagina eigenlijk blokkeert, maar dat je dus echt zoals je in een Word document kan samenwerken, in een PowerPoint kan samenwerken en nu ook op je intranet kan samenwerken. Ik had het al over dat je qua styling veel meer kan. Dus je eigen fonds kun je erin zetten. Zodat je de identiteit van jouw organisatie ook terug kan laten komen in je intranet. Niet alleen met de standaardfonds, maar ook met de fonds die je kan importeren. Dus als je een webfonds hebt, en dat is een beetje de enige criterium, kun je je eigen huisstijl ook qua identiteit op lettertype helemaal laten zien. Nou, dat doen we. Dus het centrale punt voor marketingcommunicatie is wat we noemen het Brand Center. Merkencentrum in goed Nederland. Daar vind je eigenlijk alles terug in Microsoft 365 als het gaat om jouw logo's, je fonds die je daarop kan slaan en ook een beeldbank die je kan maken. Dat zal ik straks nog even laten zien.
Kijken we naar video, ook veel, best wel belangrijk. Hè? Niet alleen video's die we vandaag maken, bijvoorbeeld van dit webinar. Maar ook als je zegt, ik wil bijvoorbeeld uitleg geven, werkinstructies. Ik wil een town hall meeting, hè? Dus een manager die op de zeepkist gaat staan en die wat cijfers presenteert van de organisatie. Op die mogelijkheden heb je als marketingcommunicatie onder de knop zitten. Je hebt eigenlijk een eigen mini-studio in Microsoft 365 tot je beschikking, waarmee je kan opnemen, waar je de achterkanten en de onderbalken, de lower thirds, zoals dat in goed Engels heet, kan doen. En zo kun je eigenlijk ook zelfs met een autocue je tekst opnemen. Dan vervolgens kun je alles wat je opgenomen hebt ook video editen. En dat doen we tegenwoordig met Clipchamp. En dat is onderdeel van de meeste Microsoft 365 licenties. Zo zie je eigenlijk dat je veel meer in die gereedschapkist hebt liggen dan je wellicht weet of dat je er erg in hebt. En dat je daarvoor wellicht nog eigen tooling gebruikt, zoals Camtasia of Adobe, hè, waardoor je weer elke keer moet wisselen tussen applicaties. Zo'n Clipchamp of de video editor zie je gewoon in je linker hamburger menu van Microsoft. Dus klik je daarop linksboven. Dan zie je onder Power Apps linksonder Clipchamp staan. Dat is de video editing tool voor Microsoft 365. Je intranet leeft in de tegeltjes SharePoint. Dat zullen we straks nog wel even laten zien. Opmaken van pagina's. Het klinkt heel bazaal, maar tot een jaar geleden konden we plaatjes niet bijsnijden. Nou, dat kan wel, dat zie je hier aan de zijkant. Plaatje wat ik importeer, wat ik op een bepaald masker ga publiceren. Of ik heb een plaatje waar ik een overlay wil zetten. Dat is tegenwoordig goed mogelijk. In leden moesten we dan wisselen naar een Photoshop of een andere tool waarmee je je editing deed. Alles bedoeld om de workflow voor marketing, communicatie en redacteuren binnen het systeem van Microsoft 365 te houden. Zodat je niet hoeft te wisselen naar andere tooling. Ook simpele zaken als een plaatje met allerlei filters kunnen behandelen. Ook dat is tegenwoordig standaard onderdeel van Microsoft 365. Ik zei straks dat we net als bij PowerPoint ook en Word kan dat ook een aantal voorstel design opmaken kunnen genereren. Zodat je niet altijd met een lege canvas zit. Dus marketingcommunicatie kan ondersteund worden in het creëren van een pagina. Stel ik doe een plaatje toevoegen op een pagina. Dan zie je rechts dat ik al bijvoorbeeld media voorgesteld krijg. Maar dat dat ook in zelfs in de vorm gaat dat hij de achterkant al voorstelt. Daar houdt hij rekening mee met de huisstijlen die je gedefinieerd hebt. Dit is bijvoorbeeld een punt wat nog niet nu live is. En dit gaat in de komende 1,5 tot 2 maanden live komen. Nou, wat we zien, hè, dat is even de drie belangrijkste zaken. De ideale fit voor intranetten in Microsoft 365 is natuurlijk voor organisaties die al Microsoft 365 hebben. En de meeste organisaties hebben dat. Microsoft ontwikkelt supersnel. Het is eigenlijk een gereedschapkist bordevol innovaties. Het is jouw gereedschapkist, je kunt er echt alles mee doen. De branding, video, de koppeling naar Teams zal ik zo laten zien. Het zit er allemaal in en het wordt dadelijk volledig ondersteund door kunstmatige intelligentie. En als laatste, en dat, daarvoor roep ik even Teams. Wat we vaak, de vraag die we vaak krijgen als implementatiepartner. Hoe zorg ik er nou voor dat al mijn medewerkers ook naar het intranet gaan? Want de ene start zijn dag in Outlook, de andere start zijn dag in Teams. En ik wil eigenlijk dat mijn gebruikers ook naar het intranet toe gaan. Daar kunnen we koppelingen maken, zodat wij kunnen ervoor zorgen dat het complete intranet ook in een startpagina in Teams te vinden is. Of dat we content van het intranet ook kunnen pushen in een nieuwsbrief direct naar het Outlook, die daar eenvoudig hun dag in beginnen. Dat zijn de belangrijkste dingen als het gaat om die takeaways. Laten we eens gewoon gaan kijken naar zo'n omgeving. Ik ben in mijn demo-omgeving. Ik zit in SharePoint. Dus ik heb eigenlijk een logootje hier gemaakt van onze demo-BV.
klik ik daarop, waar ik ook zit, kom ik altijd op het intranet terecht. Dit logootje is niet alleen te zien in deze SharePoint pagina's, maar dit logootje is ook te zien in Outlook. Dit logootje is ook te zien in andere onderdelen van Microsoft. Ik heb één centraal punt als ik op de webbrowser werk, waarin ik direct door naar het intranet kan. Aan de bovenkant heb ik een plaatje nu neergezet, hè, om onze identiteit een beetje vorm te geven. En daaronder heb ik een menu. En in dat menu heb ik in dit geval gebruik gemaakt van icoontjes. Moet dat? Nee. Kan het? Ja. Dus dat is even om te laten zien. En daar probeer ik voor mijn gebruikers na te denken, wat zouden ze nou willen vinden? Dat is ook altijd een tip. Denk vanuit de gebruiker en niet specifiek vanuit de afdelingen. Er zijn best veel intranetten ontstaan met een pagina voor de afdeling finance, een pagina voor de afdeling marketing. Maar als ik op zoek ben naar de PowerPoint templates, dan ga ik niet eerst naar marketing toe. Dan wil ik eigenlijk gewoon naar mijn templates of onze templates toe. Ik heb hier een zoek en vind menu. En ik kan direct doorsteken naar het document management systeem wat we hierin hebben draaien. En een specifieke omgeving voor de onboarding van nieuwe medewerkers. Dan heb je een pagina en die pagina is verdeeld, deze landingspagina, in verschillende secties en kolommen. En een sectie is eigenlijk een horizontaal blok, zoals je dat hier ziet met deze drie. En ik heb kolommen en dit is bijvoorbeeld zo'n verticale kolom die lichtgrijs ziet zijn. Ik heb gebruik gemaakt van tegels waarin ik applicaties onder kan zetten. Bijvoorbeeld hier ons CRM-systeem. Of het zoeken van collega's, het boeken van vergaderruimtes. Ook hier proberen we niet alle applicaties neer te zetten. De standaard manier van applicaties in Microsoft 365, zei ik dat linksboven, dat hamburgermenuutje. Daar vind ik al mijn applicaties terug. Daar kan ik ook content creëren, een nieuw document, werkmap, presentatie. Ik kan de pagina niet in bewerking zetten, want ik ben nu ingelogd als Mirjam en Mirjam is gewoon een bezoeker van ons intranet. Aan de linkerkant heb je nog een linkermenu. Daar zie je diezelfde navigatie ook nog een keer terugkomen. Laten zien al. Waarom is dat handig? Stel je hebt meerdere omgevingen binnen SharePoint. Dus je hebt een afgesloten gedeelte wat voor een project is, wat geen onderdeel is van jouw intranet. Zie je nog steeds aan dat linkermenu hier, dat blijft ook nog in stand. Voor die andere omgevingen kun je altijd terug naar je intranet. Je kunt altijd terug naar mijn nieuws en mijn bestanden. Nou, laten we eens gewoon naar beneden gaan en wat voorbeelden zien die ik op deze pagina heb neergezet. Ja, dus we zien een tegeltje wat naar onze video's gaat. Ik zal wat voorbeeldpagina's laten zien. Van opmaak dat je ook een beetje het gevoel hebt. Dit zijn video's die wij op ons interne systeem hebben staan in combinatie met YouTube filmpjes. Dus dit is een YouTube filmpje van een webinar wat wij ooit eerder gegeven hebben. Wat ik samen met Erik eerder gegeven heb over governance in SharePoint. Dit is een YouTube filmpje wat ook het intranet in 365, een ouder webinar. En dit is een filmpje wat dan specifiek wat kleiner is, maar wat in de rechterkolom hier draait. Het gaat even om de opmaak van de pagina. Wat je dan hieronder ziet zijn recente video's. En deze video's die leven binnen het ecosysteem van Microsoft 365. Met andere woorden, deze staan niet op YouTube, maar die zijn echt binnen de organisatie. Je kunt je voorstellen als je een werkinstructie maakt en je wil daar iets mee, dat je dat niet op het grote internet wil hebben, maar dat je dat in de beperktheid van je eigen organisatie wil hebben. Dit kan ik ook helemaal dan met rechten en rollen beperken, zodat ik kan wel alle filmpjes zien en Erik bijvoorbeeld ziet alleen de eerste twee filmpjes. Het is een sociaal intranet, dus ik heb opmerkingen die ik kan plaatsen. Ik kan een pagina leuk vinden en ik heb ook de mogelijkheid om communities te creëren. Daar zullen we straks ook nog wel op terugkomen. Ga ik weer op demo klikken, kom ik altijd weer terug op de hoofdpagina. Nou, voorbeeld van een merkenboek. He, waarbij je allerlei zaken, je visie, missie, strategie. Hier zie je die voorbeelden van die maskers die ik op plaatjes heb toegepast. Knoppen naar verschillende bronnen. Het zijn voorbeelden hoe je je navigatie in Microsoft 365 allemaal kan opdelen. Misschien valt het op, maar ik heb hier een bepaald font geselecteerd. Dat is onze huisstijl. Wij zijn gestandardiseerd op het Microsoft Trebuchet Font. En dat zie je hier terug eigenlijk in deze pagina.
ik naar het team, heb ik ook weer wat mogelijkheden naar fotootjes en dat soort dingen. Ik geef gewoon wat voorbeelden van pagina's. We gaan eens naar beneden toe. Daar zien we nieuws. Klik ik op nieuws, krijg ik gewoon een nieuwspagina. En die ik natuurlijk ook weer met allerlei navigatiedingetjes kan uitrusten. Wat we natuurlijk vaak doen bij een intranet is dat we werken met templates. Zodat je als je een nieuwsartikel aanmaakt, dat je met vastgestelde templates werkt. Zodat je niet elke keer van de lege pagina begint en dat ook de nieuwsartikelen op de pagina's een consistente uitstraling hebben voor de organisatie. En ik heb ook de mogelijkheid om in een template werkinstructies te zetten. Zodat de redacteur in dit geval ook een hulpmiddel krijgt. Ben je voor de eerste keer, moet je nieuws aanmaken, word je even aan de hand genomen met een aantal basisstappen. Ik heb een aantal handige dashboard tegeltjes gemaakt. Bijvoorbeeld het zoeken naar personen. Dus als ik Wouter intik, krijg ik Wouter Jansen te zien. Klik ik daarop, krijg ik zijn profiel. Dus we zitten in Microsoft 365, dus hiervoor hoef ik niks te doen. Zou ik dat ook nog een keer voor Marcel doen? Dan zie je dat hij direct mijn profiel oppakt en een kaartje laat zien. Mijn pagina is gepersonaliseerd. Mirjam heeft 6 tegels, heeft geen goedkeuringen en geen taken openstaan. Als we dadelijk naar de redacteur Marcel gaan, dan zie je dat ik in één keer 6 tegels tot mijn beschikking heb. En ik heb wel 2 openstaande taken. Dus zo'n pagina kun je ook helemaal personaliseren op basis van de rol of de persoon of de functie die ik in mijn organisatie vervul. Aankondigingen, verjaardagskalender, eigenlijk de traditionele zaken die ik terugvind in de meeste intranetten. Dan even een stukje over evenementen. We kunnen evenementen laten zien op allerlei manieren. Dus ik heb hier een voorbeeld van een BHV-training. Waarin ik niet alleen de mensen kan oproepen om agenda of te zien waar het is. Linkjes kan maken, door kan stappen naar alle gebeurtenissen. Maar ook bijvoorbeeld een voorbeeldje waarin ik een Business Central dag heb. Je ziet dat de deelnemers aan het evenement zijn. Ik kan me direct aanmelden voor het evenement. Dat soort zaken zitten er ook standaard in. Vacature voor communicatieadviseur en ik heb een mogelijkheid om direct iets op een community board te schrijven. Ik kan daar ook gelijk iemand in taggen, ik zal hem posten en dan zul je zien dat hij dadelijk als ik doorstap naar de redacteur Marcel, dat deze op de tijdlijn te zien is. En natuurlijk een footer mag niet onderbreken bij een goed intranet. Nou, wat voorbeeld van pagina's die we vaker zien. Stel dat je hebt een kantine. Wat is er, staat er op het menu voor vandaag? Omdat we in Microsoft 365 zitten, heb ik ook de mogelijkheid om direct alle mogelijkheden van Microsoft 365 aan te wenden. Dus stel je wil feedback ophalen voor het restaurant en je wil daar de beoordeling op vragen. Eten was lekker. Dus dan kun je een soort klanttevredenheids, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, feedback op in dit geval het eten. Alles wat je met enquêtes zou willen doen, kan ik hier oppakken. Ik maak de overstap nu even naar de redacteur, Marcel, zodat je ook kan zien wat je daar allemaal kan verwachten. Ik heb een regel extra erbij gekregen. Dat is deze regel, nieuw, details, analyse, analytics. En je ziet dat ik in één keer hier het woordje edit heb staan. En dat houdt in dat ik deze pagina helemaal kan bewerken en ook het menu kan bewerken. Is het moeilijk om zo'n menu samen te stellen? Nee, dat is het niet. Zet ik een pagina in bewerkingsmodus, dan zie je dat ik eigenlijk gewoon strepen en kleur en sleur zou je zeggen. En op een pagina zie je eigenlijk wat er gebeurt. Beneden of naar boven. En ik heb toevallig in het Engels staan.
deze manieren, je maakt labels aan, linkjes aan en de hiërarchie, stel dat je dashboard naar beneden wil zetten, dan zet je maar eentje naar boven en naar beneden in hiërarchie, kun je dat op een makkelijke manier doen. Ik laat hem even voor wat hij is. Nou, hierboven heb ik analyses. Marketingcommunicatie wil weten wat er op een pagina gebeurt. Wil weten wat de gemiddelde bezoektijd zijn. Wanneer mensen komen. Hoeveel pagina's bezocht zijn van de laatste 7, 30 en 90 dagen. Wanneer in de tijd kijken mensen veel op een pagina. Want het is handig om te weten wanneer ik zou kunnen posten. Dat soort informatie heb ik ook tot mijn beschikking. En je ziet al dat Marcel nu meerdere tegels heeft en dat Mirjam minder tegels had. Dat is handig als je bijvoorbeeld in dit geval een financiële applicatie hebt en je zegt die is alleen toegankelijk voor mensen vanaf Think Finance of mensen met een bepaalde rol. Dan kun je die tegels een beetje onderdrukken of juist laten zien. En zo een gepersonaliseerde aanbod geven van pagina's in je intranet. Hoe maak je nou zo'n pagina aan? Dus stel dat we zeggen, we hebben hier een pagina die nieuws publiceert. Hoe maak je die dan aan? Hoe werkt dat dan? Dat kan ik je laten zien. Ik ga even een nieuwsartikel aanmaken. Dat doe ik hieronder. Ik ben nu redacteur, dus ik kan dat. Ik ga toevoegen en ik ga een nieuwspost maken. Nou, wat je ziet is dat die standaard begint met een aantal voorbeelden. Dit zijn de voorbeelden out of the box die je van Microsoft krijgt. Maar ik heb templates aangemaakt, dus nu komt die standaard ook met de templates van mijn organisatie. Ik heb twee templates, nieuws met twee kolommen. En ik heb een pagina met een standaard plaatje. Je ziet dat ik die werkinstructie heb toegevoegd. En dat ik dus de redacteur ga helpen met het creëren van content in deze workflow. Nou, laten we deze pakken. Ja, dit is een prima template, we gaan hiermee starten. Dan zie je dat hij hem vraagt, oké, ik heb al een standaard plaatje voor je toegevoegd. Stel dat je een organisatie hebt waarbij je hier altijd een logo of een bepaalde kleurbalk wil laten zien. Kan dat, maar ik zal even ook laten zien dat je gewoon plaatjes kan toevoegen. Heb ik de mogelijkheid om stokafbeeldingen te raadplegen. Die krijg je erbij bij Microsoft 365. Allerlei onderwerpen. Ik kan ook zoeken op het web naar verschillende plaatjes. Ik kan ook mijn eigen beeldbank creëren. Dat heb ik hier gedaan. En dat zijn de plaatjes dus die door mijn organisatie beschikbaar worden gesteld. En beheerd worden door marketing communicatie. Handig om je eigen logo's, icoontjes en dat soort zaken vast te houden. En ik kan eventueel zaken nog uploaden. Nou, laten we eens een plaatje pakken. Ik neem in dit geval een bovenbalkplaatje. En dat ga ik gebruiken voor mijn nieuwspost die ik nu gebruik. Ik kan het brandpunt instellen. En dat brandpunt wordt gebruikt om mijn plaatje goed uit te lijnen. En ook om ervoor te zorgen dat als ik op een mobiel apparaat zit, wat het belangrijkste punt is van dit plaatje. Zou ik met een mobiel apparaat kijken, een smartphone. Dan zal die dit gebied eerder laten zien op mijn smartphone dan de zijkant. Nou, ik moet een titel toevoegen. Demo-artikel van een webinar, wat ik even pak. Die instructietekst, die ga ik gewoon weghalen. Die heb ik niet nodig, ik weet hoe het werkt. En ik ga even een tekst toevoegen. En dat doe ik even twee keer, zo. Bijvoorbeeld. En dan kan je even laten zien hoe zo'n sectie werkt. In dit geval heb ik dus één sectie hier, die opgedeeld is in twee kolommen. 1/3 rechts, dat is deze, en 2/3 links. Ik kan een sectie voorzien van een achtergrondkleur, die standaard door Microsoft ook nog meegeleverd worden. Ik kan een achtergrond ook zelf uploaden en daarmee eigenlijk nog steeds mijn eigen identiteit kwijt. Maar laten we gewoon eens even een voorbeeldje pakken. Ook daar kun je in schalen, de aanpassingen maken, bijsnijden. Eigenlijk straks wat ik al die mogelijkheden die ik heb laten zien in mijn PowerPoint tot en met het brandpunt kan ik hierin kwijt. Nou, we gaan hem bijvoorbeeld warm contrast vind ik wel prima hiervoor echt opslaan. Je ziet dat hij nu de achtergrond aanpast.
Of het functioneel is, dat laat ik even nu. Het gaat even om het voorbeeld. Dus ik zal hem even naar het lichtblauw halen. Dat is misschien wel. Ik kan ook een nieuwe sectie toevoegen. Laat ik één kolom boven zetten. En het is echt sleur en pleur. Dus als we willen wijzigen, dan pak ik iets op en dan zet ik het erboven. Of ik pak hem weer op en ik zet hem weer terug naar de bovenkant. Dat kan ik niet alleen doen met secties. Dat kan ik ook weer met alle blokjes functionaliteit doen die ik gemaakt heb. Dus zo'n tekstblokje kan ik ook heel makkelijk weer verplaatsen. Als ik niet tevreden ben over de indeling, ook daar kan ik keuzes in maken. Dat ik zeg, de sectie moet toch half-half zijn of in drie kolommen. Je kunt het eigenlijk zo net niet doen. Afbeeldingsgalerie, nou, dat geloof ik wel, die haal ik even weg. Ik ga een afteltimer doen, ook iets wat standaard erin zit. Handig. Aftel tot hoeveel dagen tot kerst bijvoorbeeld. We denken nog, maar als voorbeeld even is het wel leuk. Dus dan loopt die af op 25 december. En ik zeg, je hoeft alleen de dagen te laten zien. Ben jij er al klaar voor? En ik ga een achtergrondplaatje toevoegen. En ik ga zoeken. Afbeeldingen. Laat ik even kijken of ik iets met kerst kan vinden. Ja. Een plaatje gevonden. De overlay zet ik op zwart, vind ik mooier. En ik kan de transparantie even aanpassen. Nou, dit soort dingen heb je gewoon onder de knop beschikbaar. En ik kan ook oproepen tot actie. Dan krijg ik een extra knop. Geef je op voor ons feest. En zo maak ik uiteindelijk een pagina aan. Ik doe even www.test.com. Dan staat er iets in onder de knop. En ik zeg, boven wil ik nog iets anders toevoegen. Ik wil wat bestanden laten zien. En ik ga in dit geval bestand toevoegen. Ik laat van alle bestanden pagina's in ons intranet laat ik documenten zien van het type PowerPoint. En nu vind ik hem eigenlijk wel prima. Ik zeg post nieuws. Een nieuwsartikel gemaakt met tekst, met een afteltimer en met documenten. Je ziet dat documenten ook op een andere manier vormgegeven worden. Het hoeft niet altijd als saaie links te zijn. Je kan ook al in de PowerPoint kijken. En dat is denk ik ook voor gebruikers echt handig om al te zien waar kijk ik nou eigenlijk naar. Dat is meer. Ga terug naar deze hoofdpagina, dan zullen we zien dat dadelijk het nieuws hierin verschijnt. Demo-artikel, en dan zeg je ja, waarom staat die nou hieronder en niet linksboven? Omdat ik hier wat in gespeeld heb. Ik heb namelijk. Ik heb dit gemanipuleerd om te laten zien dat we nieuws ook kunnen vastpinnen. Dus als ik dit ga wijzigen. Zie je dat er nieuws niet op automatisch staat, maar vastgepind staat. Dus haal ik dat alle drie even weg. Zie je dat mijn demo-artikel nu in één keer bovenaan komt te staan. Dat is precies wat. Een heleboel mogelijkheden om dingen vorm te geven. En ik laat je nog even wat anders zien over vormgeving besproken. Dit is nu de vormgeving topartikel. Ik kan nieuws als lijsten laten zien, naast elkaar, een carousel, als tegels, terug waar we begonnen zijn. Je hoeft niet zelf alles vorm te geven, het zit er gewoon standaard out of the box in. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de tegels, als ik daar even op inzoom, dan kan ik ze vormgeven als compact
als knop. En in dit geval als tegels heb ik daarvoor gekozen. Dus je hebt eigenlijk als content editor best veel mogelijkheden tot je beschikking. Daarom is dat werken met templates heel handig, omdat je daarmee een aantal standaard mogelijkheden al vastzet op pagina's en hoef je niet elke keer na te denken hoe iets eruit ziet. Nou, stel dat je, we hebben een enquête laten zien, management informatie, dus ook allerlei grafieken die ik wil tonen, die kan ik laten zien. Stel dat je werkt binnen jouw organisatie met de dashboarding, zoals Microsoft ze heeft, dus levende grafieken, kan ik die ook op een pagina al laten zien. Ik ga even kijken naar de tijd. Het is 9:55, dus ik heb nog een kleine 5 minuten. En ik ga met jullie even naar communities. Je zag ze hier al onder staan. Dit was de demo. Leuke demo in Bunnik gehad. Ik zit nu op Marcel, dus ik zie de verhaallijn die andere collega's gepost hebben. Maar ga ik naar mijn menu of uitgelichte groepen toe, dan kan ik de overstap maken naar communities. En in mijn communities daar vind ik een overzicht van alle mogelijke communities. Ik kan elke community op elke intranetpagina tonen en dat ook weer een combinatie maken dat ik hier de community nieuwe medewerkers heb. En ga ik terug naar mijn intranet en ga naar de onboardingspagina. Dan zul je zien dat ik hieronder de community weer toon onboarding van nieuwe medewerkers. Dus de pagina van je intranet en de community zijn met elkaar verweven. Druk ik weer op alles weergeven, dan ga ik weer naar de community zelf toe. Zo heb ik in dit geval de community spreekbuis. Ik heb een community nieuwe medewerkers, kennisbank en de marketing. Een community, het verschil tussen een Microsoft Teams en een community is dat de community in principe open is. Dus je wil dat motiveren. Dus stel je hebt iemand die geïnteresseerd is in marketing tools zoals Adobe Photoshop of Canva, maar die helemaal niet op de afdeling marketing werkt, dan is de marketing community daarvoor bedoeld om juist die mensen die ook misschien op de voetbalvereniging handig zijn in Canva ervaringen met elkaar uit te laten wisselen, want daarvoor is community of community met motorrijders of community met wielrenners. En in Teams, dat is meer de besloten omgeving. Teams voor de afdeling finance kom je alleen in als je onderdeel bent van de afdeling finance. De gedachte van Microsoft. Kan ik een community afgrendelen? Ja, dat kan. Maar in principe is die ooit bedoeld om juist meer open situatie te fungeren. En Teams is meer bedoeld om een gesloten situatie. Je ziet hier dus die snel naar. Nu herkennen jullie ook. Weet je dat dit dus eigenlijk dezelfde blokjes zijn als die tegels rechtsboven. Maar dan op een andere manier. En warning pagina heb ik laten zien. En je kunt natuurlijk met allerlei documenten aan de slag. Dit is vaak wat mensen die documenten doen heel fijn vinden. Stel dat ik een hele bak met documenten heb. Hoe kan ik dan snel doorheen zoeken? Nou, dan zeg ik doe mij alle documenten die te maken hebben met ons ISO-certificaat. Misschien ben ik daar niet in geïnteresseerd, dan kan ik op een Coolblue manier eigenlijk door deze informatie heen zeggen, ik wil de hele bak zien. Ik ben nu alleen geïnteresseerd in documenten van finance en legal. En omdat ik Marcel ben, zie ik ook goedkeuringsstatus in behandeling. Schakel ik over naar Mirjam. Mirjam ziet alleen de goedgekeurde documenten. Daar wordt rekening gehouden met jouw rol binnen de organisatie. Veel informatie. In een korte tijd even over jullie heen gestort. Het belangrijkste is, wat ik mee wilde geven, is dat eigenlijk een heleboel tools die je nodig hebt om een goed intranet te maken, standaard in je Microsoft 365 licentie zitten. Geen kosten voor nodig. Je hebt het tot je beschikking. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Je kunt er eigenlijk vanaf morgen mee beginnen en weten dat over 2 maanden, 3 maanden je alweer nieuwe functionaliteiten tot je beschikking hebt. En je hebt de mogelijkheid om ook daar waar de gebruiker is, de content aan te bieden. Dat heb ik nog niet laten zien. Dus als ik nu even naar Teams ga, stel dat ik de hele dag in Teams werk, dan zie je dat ik een knopje basis intranet heb. Daarin vind ik ons intranet terug.
Het is ook, als je de hele dag in Teams leeft, kan ik op deze manier heel makkelijk nog steeds het intranet tot me nemen. En dat geldt voor het stukje als het gaat om nieuws ook. Hè. Ik kan nieuws wat ik heb ook in één keer via een nieuwsbrief naar een Outlook nieuws of naar een Outlook groep posten, zodat ik dat ook op een makkelijke manier nieuws publiceer binnen mijn organisatie. Daarmee wilde ik het webinar voor de inhoudelijke kant beëindigen vandaag. De handschoen die ik je wil aanreiken is, mocht je leuk vinden, behoefte hebben om deze demo een keer in je eigen huisstijl binnen jouw organisatie te presenteren, doen we graag. Wat we dan doen is dat we de demo-omgeving zoals we hem hier hebben, qua fonds, kleurstelling, in die van jouw organisatie zetten. En dat gaan we presenteren. Dan leeft het nog veel meer. Dan ons input geeft of een beetje van, ja, we gebruiken deze applicatie, zet ik wat tegeltjes al klaar. En dan krijg je een veel meer levendig verhaal. Er zijn vele mogelijkheden die naar Rome leiden als het gaat om vormgeving. Dus als wij zo'n project starten, beginnen we altijd met workshops waarin we je meenemen naar de mogelijkheden en waar we de vertaalslag maken van jullie wensen naar uiteindelijk hoe het eruit zou kunnen zien in SharePoint. En zo kom je uiteindelijk tot een heel gebruikersvriendelijk, mooi intranet wat helemaal binnen je bestaande omgeving te realiseren is. Bedankt allemaal voor de aandacht. Marcel, er is een vraag binnengekomen. Ja. En die vraag is van JC. En de vraag is, begrijp ik het goed dat over 1,5 tot 2 maanden het mogelijk is om ons eigen font en andere huisstijlelementen te gebruiken op een SharePoint intranet? Klopt. En nou, dat is een goede vraag, want dat kan nu al. Dus als je hier op het... Dit font is niet standaard. Als ik hier naar de mogelijkheid ga, dan zie je dat het in preview versies dat ik fontpakketjes heb. Dit is het fontpakketje C-Solutions. En zo kan ik, dit zijn standaard fonts die door Microsoft worden meegeleverd. Maar ik heb hier ook de mogelijkheid om Open Sans te doen. Je ziet dat het lettertype meespringt met de mogelijkheid die ik hier gecreëerd heb. Wat je doet, is je creëert een fontpakketje waarin je je kopfont en je tekstfonts definieert. En dat tezamen is dan dadelijk de mogelijkheid om je eigen intranet te maken. Dat bestaat al. Oké, nou ja, dat was de vraag die we hadden gekregen. Marcel, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw duidelijke uitleg. Ja, voor mij is voor de belangrijkste les dat het inderdaad, als je het vergelijkt SharePoint nu met SharePoint 5, 6 jaar geleden, dat er echt een wereld van verschil is in de mogelijkheden en vormgeving. Mochten er inderdaad nog vragen zijn, dan kunnen jullie Marcel dan wel mij altijd mailen, bellen. Onze gegevens staan op de C-Solutions website. En zoals Marcel aangaf, willen jullie een keertje een demo-presentatie specifiek voor jullie organisatie. Dan kunnen we dat ook voor jullie verzorgen. Goed, dan denk ik dat we hem hiermee kunnen afsluiten. Hartelijk dank iedereen voor jullie aanwezigheid en Marcel nogmaals voor de presentatie. En jullie ook bedankt voor de aandacht. Oké, tot ziens. Doei doei.